Ja, dat dacht ik al. Koka! Oh! Ik heet jullie van harte welkom bij weer een vrolijke video van Leen Positief. Ik doe toch weer een request, want jullie houden er gewoon van om mij spellen te geven die me ongemakkelijk bang maken. Dus Bram Game zegt, Wilbert speel, Layers of Fear. Dus jongens, kijk toch eens. Dit is dus Photoshop, heb ik hier open. Ik heb hier dus een aantal, zoals jullie hier zien, heb ik een aantal Layers of Fear. Zoals je hier ziet, dit is de eerste. scary dingen zijn dat. Ik heb hier maar 5 Layers of Fear, er zijn vast wel meer. Maar voor nu heb ik er 5. Wow, dat is weer een layer. Die had me echt hoor. Oh god. Die kregen we echt hoor. Dit is de ergste layer. Laten we beginnen met de real deal. Layers of Fear. Dit is mijn profiel, Happiness. Omdat ik hou van happiness en vrolijkheid. Ik weet, ik ken alleen de titel. Ik heb iets van 5 minuten toen ik net uitkwam. Ervan gezien van Markiplier. Dus hopeless. See, happiness, ik zei het. You probably deserve it. Okay. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. Ik ben niet. Zo ben ik niet. Manga Sleep had ik al dingen van gezien, omdat ik het zelf heel graag wilde spelen. Maar dit spel heb ik echt letterlijk 0,0 van gezien. Ik denk dat ik ook geen... Oh god, is dit Amnesia-stijl? Is dit Amnesia-stijl? Oh nee, dat is niet cool. Hoi doosje. Dit is een doosje en dit huis is een troep. Dit huis is een troep. Oké, dit is een halsband. Nice, er staat op... Cool. Mag ik het ook weer terugleggen? Cool. Rechtermuisknop. Nice. Daar gaan we dan, jongens. Ik ben niet bang. Ik ben nu al niet bang. Het is nog goed. Dit is rustgevend. Dit is cool. Dit is absoluut. Dit is awesome. Yep. Oh, cool. Donker. Kan er ook een lichtje aan? Er kan een lichtje aan. Kan ik de wc droger trekken? Nee. Dat is nou weer jammer. Absoluut jammer. Dit licht doet niet veel. Is dit het enige licht dat ik hier in deze badkamer heb? Als dit mijn huis is, dan zou ik echt iemand bellen erover. Wat? Below the knee... Why? How the hell did they fuck up the length? Oh. Oef. Denk niet dat dat leuk is. Nee, die deur wil ik nog niet in, denk ik. Oh my... Ik vertrouw... Why? Bram, for fuck's sake. Waarom, Bram? Waarom? Ik voel me gewoon... What the fuck? Ongemakkelijk. Oké! Ik wil waarschijnlijk op het geluid. Oké, dan. Ik ben niet bang voor ladders en daar is hetzelfde schilderij alweer. Game developers, wat ben je lui? Game developers, wat ben je lui? Oeps. Oh nee. Er gebeuren totaal geen spooky dingen hier. Ik heb de sleutel. Yes, die heb ik nodig. I'm sorry, I'll make it up to you. Tonight is you and me. Let's make it special. Oh, dat is waarschijnlijk wat Bram wilde met deze episode van Leen Positief. Oh, hij wil het speciaal maken. Gewoon ik en de game. Oh god. Ik en de game. Kijk, het is gewoon, je zit te wachten op de eerste scare, weet je wel. Je zit te wachten op het... Op het eerste iets waarvan je gaat schreeuwen. Waarvan ik denk, deze deur die... Dat beweegt iets. Als dat een stoel is die schommelt, dan vind ik het dan niet leuk. Oh, het zijn de bomen maar.
Het zijn de bomen maar. Oh god, ik vind dit. Nee jongens, nee. Nee, oké. Okay. Een eng poppetje. Oh god damn it. Oh god damn it. Ik vraag me af of dit spel ook een storyline heeft, zeg maar. Heeft dit spel een storyline? Ik zou het niet weten. Oh. Classic ongesteld joke insert hier. Been working all night, don't wake me up when September ends. Oké. Dat is overduidelijk een uitnodiging om naar binnen te gaan. Ik kan niet. Oh my god. Ik poep in mijn broek, jongens. It's covered up for a reason. Dat stond er Steve. Zien jullie dat? Was wel wat er stond. Ik weet niet wat dit betekent. Ik mag. Oh, jongens. Oh. Look. Lost it. You deserve. Lost it. You deserve. Finish it. Huh. Wonder what that means. Okay. Dit was niet waar ik vandaan kwam. Absoluut niet waar ik vandaan kwam. De gang is veranderd. Een beetje. Oh boy. Licht, please. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Oh god. Just oh god! Oh nee. Are you fucking kidding me? Wat kan ik zeggen? Nu is de deur wel open, oké. Going in circles. Cool. Ik wil in circles gaan voor mijn hele leven. Ik wil in cirkels gaan voor mijn hele leven. Cirkels zijn mijn leven. Cirkels is the way to go. Cirkels is waarom ik leef. Cirkels. Altijd cirkels. Man. Dit is niet cool. Ik hou niet van cirkels. Ik hou oprecht niet van cirkels. Ik moet nu waarschijnlijk clues vinden. Wat duidt op de cijfercode. Ja. En het leuke is dat ik al door heb. Dat ik nu al een beetje afstand ga nemen, omdat meestal in amnesia stijl. Is het als je iets goeds hebt gedaan, dan komt er scary. Nee, ik wil niet met je trouwen. Het spijt me. Dat zit er niet in, helaas. Oh. Oh, hi. Hi. Baby. Baby. Ik hou niet van baby's op die manier. Ik ben bang. Dat durf ik eerlijk toe te geven. Moet ik iets doen met jou, baby? Oh, fucking piece of shit. Porno, noemen we dit. Mensen. Doe dit niet thuis daar. Doe dit niet thuis daar. Doe dit niet thuis na. Ga niet thuis in een huis lopen vol met paintings. Wat? Wat was dat? Een zelfmoordplegende rat? Oké. Zelfmoordplegende rat. Dat is cool. Dat is cool. Ik ben fijn met alles, maar niet met zelfmoordplegende rat. Waarom gaan alle ratten zelfmoord plegen? Ja, dat dacht ik al. Oh god! Oké. Weet je nu dat ik hierheen ga? Deze deur kan ik zien.
Oh man. Laten we eens kijken. Wat gebeurt er? En nu wordt het een andere painting. Awesome. Shapeless Dreams. Oké. Okay. Ik ga het hier stopzetten, want ik heb natuurlijk na 10 minuten geknipt. Terwijl ik al een half uur opneem. Ik wil niet te veel eruit knippen, want dan is het een beetje zonde. Dat is een beetje disconnected. Maar dit spel lijkt me super interessant. Doe een beetje denken aan Amnesia. Ik vind het nog wel echt eng. Verandert waarschijnlijk wel als ik het blijf spelen, want zo gaat dat met horror games. Dan blijf je het spelen en dan snap je een beetje hoe het spel werkt wanneer de scares komen en zo. En dat had ik nu dus totaal niet, dus het was een nieuwe ervaring voor mij. En dat vond ik leuk, dus bedankt Bram voor het suggesteren van Laserveer. Laten we dan weten in de reacties beneden of ik, wat ik in de volgende video moet doen. En misschien dan speel ik jouw suggestie in de volgende video. Laat natuurlijk een like achter en vergeet niet te abonneren en deel het. Met je vrienden, whatever. En dan zie ik jullie niet letterlijk in de volgende video. Doei!